Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de KV Mechelen carrière-mode. Ja, we zijn nu net bezig met een nieuw seizoen en hier bij transfers had ik al een paar spelers proberen te zoeken. In reacties en je had heel veel spelers achtergelaten, alleen die spelers zijn voor mij nu even veel te duur om te halen, dus helaas het gaat niet lukken om die spelers te halen, maar ik wil deze spits wel even halen als extra spits. Hij is gewoon gratis te halen. En dat ik hem gewoon ga uitlenen. Goed, de eerste wedstrijd van het seizoen is tegen Anderlecht. En we spelen gelijk 1-1. De volgende wedstrijd is dan tegen Leuven. Die spits mag wel vertrekken. Ik ga proberen 3,2 miljoen te vragen. En daar gaan ze mee akkoord. Wow, die is al 14 miljoen waard. Dus die ga ik zeker halen, deze verdediger. Dan kunnen we een beetje van achteren een beetje versterken. Want we hebben vorig seizoen veel te veel doelpunten tegengekregen. Dus versterking van achter is altijd welkom. Al nu al 78, oké. En hij is nog heel erg jong. En dat we nu al Europese voetbal kunnen halen dit seizoen. Vorige keer hebben we het net niet gehaald. Wedstrijd tegen Leuven, het is thuis. Denk wel dat we gaan winnen. En we winnen met 4-2. Orban die scoort. Orban zelfs met een hat-trick. Niklas Tom. Goed bot te maken. Niklas Tom nog even bijhouden. Weer simuleren. En we winnen weer met 2-3. Transferbod op Orban, die wil ik nog niet laten gaan. Dus ik ga bod afwijzen. 1 jaartje uitlenen is goed. Ja, we moeten wel veel spelers wisselen, maar hopelijk kunnen we het nog winnen. Ah, we spelen gelijk. Voilà. Die spits die we gehaald hebben scoort vooral na 5 minuten in zijn eerste wedstrijd. Nu, die spits is nu ook uitgeleend aan AZ voor 12 maanden. Deze verdediger ziet er ook wel interessant uit, dus dan hebben we 2 Italiaanse verdedigers. Ik ben misschien van plan om een paar nieuwkopen te kopen. Ik ga proberen om gewoon 3 miljoen te bieden, iets onder zijn waarde. Dan ga ik nu zijn waarde proberen. Oké, met dit kan ik wel akkoord gaan. Dus ik ben blij als we gelijk kunnen spelen. En we spelen gelijk. We hebben een paar wedstrijden punten verloren dat we gelijk speelden. Dus hopelijk kunnen we dan thuis tegen Cercle wel winnen. We winnen met 2-0 tegen Cercle. Dus wel te waar, geen nieuwe transfers meer gedaan. Ik toch wel wat budget wil houden voor de volgende transfers. Orban is al nu al 75 credits. We winnen met 0-2. Mooi resultaat. En we winnen met 0-3. Nieuwkoop tegen zijn oudste team. Oei. Dit is het eerste verlies van het seizoen. Ja, we winnen in Gent. Dat is mooi van onze spelers. Komt nu Genk eraan. Dan Antwerp. En dan Club Brugge. Dus er zijn een paar moeilijke wedstrijden op rij. Hier thuis tegen Genk verliezen we. Ik denk dat we kansen maken en we verliezen. Thuis tegen Club Brugge wil ik zo spelen. Geen idee waarom in die dingen staan van mooie passen en zo. Orban is er door, maar hij moet passen en dan. Ah, die pas komt niet goed aan. Nu misschien. Afwerken! Scoren! En die zegt, hopelijk geen buitenspel, ja, 2 goal telt. Kom op voorsprong tegen Brugge. Hier is weer een kans om de score te verdubbelen. Voorzetten. En nu, jammer. Nou, goed gedaan van Kroon Brugge. Oei, dat is een strafschop. Nou ja, ik weet het. En ja, we staan weer gelijk. Kan helaas nu niet scoren. Oh, en is ook een strafschop. Oh, ik ben heel slecht in strafschoppen, dus. Oh nee, hij mist hem. Oh, dat is jammer. Oh nee, eerst Bjorn Meijer. En we redden. Nu misschien. Ah, oh, de rijkeeper redt.
En dan spelen we zo gelijk tegen Brugge. We hadden ook kunnen winnen, maar ja, het mocht helaas niet zijn. En we verliezen weer. Ai, ai. We staan nu al 6 dus we zijn, moeten nog flink klimmen als we in de top 4 willen eindigen. Westerlo moeten we wel winnen. En dat doen we, dankzij Orban. Het wordt er wel uit. Weer verlies. Het begon, het seizoen begon nog goed, maar nu ja, zitten we weer in een dipje. Mijn B-elftal. Ja, we verliezen met 1-3 tegen Anderlecht. De eerste ronde van de beker. Deze terrein wil ik wel winnen. We spelen gelijk. Ja, 3 thuiswedstrijden achter elkaar en ook nog. Dus hopelijk kunnen we daar wel veel punten pakken. Deze wedstrijd wil ik wel spelen. Hoek van Kroonbrug moet al meteen redden. Geen goede start van ons. Kortrijk is nu dominant. Pasen nu. En afwerken! Oh, jammer. Op, nu. En weer een hoogschop. Orban is erdoor. Orban, maak hem af. Oh nee. Nog een laatste kans om misschien nog een voorsprong te maken. Orban. En hij scoort. Net voor de rust. Oké, heel belangrijk doelpunt. Nieuwkoop is erdoor. Pas naar Orban. En hij moet het afmaken. Hij maakt het af. 2-0 voor ons. Nu voel ik me toch wel beter, mijn dubbele voorsprong. Orban gaat een hat-trick maken, hopelijk. Nee, hij mist. Orban, nu misschien afwerken. Ja, dat doet hij. Hat-trick voor hem. Passen. Weer Kortrijk. Ik wil wel de clean sheet hebben. En zo fluit de scheidsrechter af. 3-0 overwinning is goed voor het vertrouwen van ons team. Maar nu al meteen komt ook nog Zulte Waregem. Kan dit elftal het doen thuis tegen Zulte Waregem? Ja, toen ze 3-1 tegen Zulte. En nu nog Charleroi. En we verliezen thuis tegen Charleroi helaas. Westerlo. Dat is de laatste wedstrijd die ik vandaag ga simuleren. Deze winnen we gelukkig. Nu zijn we 5 dus. Even kijken naar de stand. Dus Charleroi staat eerst dus. Had ik niet zien aankomen. Ja, ze hadden al 2 keer van gewonnen van ons. Oei, Union doet het niet zo heel erg goed. Ik wil ook even zien naar de Europese wedstrijden. Dus ik ga even kijken naar de groepfases. Oei, Union is de laatste geëindigd in hun groep. Dat is jammer. Hier Antwerpen die heeft hun groep gewonnen. Mooi om te zien. Even in de Europa League kijken. Anderlecht zat in deze poelen. Oké, hier zat Gent, ze zijn laatst geëindigd. Ze wonnen wel uit bij PSV. En de Champions League groepen. Het is ook wel leuk om te zien wat Ajax gedaan heeft. Ze zijn derde geworden. En groep van Dortmund, dat ze boven Real Madrid zijn geëindigd. Maar Club Brugge is ook laatste in hun groep. Dus, Europees is niet zo'n heel goed seizoen voor de Belgische clubs. Select het scherm nu ook even de statistiek ondertussen al eens tonen. Het is altijd wel leuk mensen te bekijken. Ik ben benieuwd ook of die speler die we uitgeleend hebben, of die ook al een beetje aan het groeien is, die heel uitgeleende speler. Nieuwkoop is al ook een eentje gegroeid, maar hij heeft ook niet zo heel veel goede statistieken. Hij is door maar eentje gegooid, dus ik had gehoopt dat hij
wat sneller zou groeien. Maar goed, ik wil hier bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video dus. Doei doei.